In een klas zijn er een groepje kinderen uit één gezin die altijd met verwondingen binnenkomen. Zo, kinderen, zijn jullie er ook weer? Is alles goed? Ja, alles is goed. Nee, helemaal niks is goed. Ik heb pijn aan mijn arm. Ja, maar jij gaat een bloempotje. De andere kinderen uit de klas verbaasden zich erover. Stop nou! We gaan toch niet weer ruzie maken? Zullen we naar school tijd even kijken wat er bij hun huis wat er aan de hand is? Ja, dat is een goed idee. Dan nemen we Justin en Mariella mee. Fijn dat jullie stil zijn. We gaan nu beginnen met taal en rekenen. En zelfs als ze stil waren, hadden ze toch nog ruzie. Er is echt iets mis met die kinderen. In de flat waar de kinderen woonden, waren de ouders net bezig met het optuigen van de kerstboom. Jij hebt helemaal niks! Joh, wat heb jij voor een lelijke boom? Ik koop tenminste nog een boom. Jij doet helemaal niks. Het leek erop alsof de ouders bij de gewoonste dagelijkse dingen al ruzie maakten. Hé, hey, willen jullie ook thee of koffie? Wat denk je zelf? Nee! Natuurlijk hoef ik geen koffie en thee. Het is een hartstikke vieze troep. Ja, ik hoef ook helemaal niks. De klasgenoten waren inmiddels bij het huis van de kinderen aangekomen. Volgens mij is hier het huis. Daar is een rampje waar we Ze zagen dat de ouders al ruziend de afwas aan het doen waren. Die roze beker. Nee, ik kan afwas. En nu gaan jullie luisteren, anders slaat je. Ze slaan met hoofddoeken. Kijk dan. Dus nu snap ik waarom die kinderen zoveel blauwe plekken en zo hebben. Ja, misschien hebben ze de jeugdzorg van nodig. Ja. 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 We gaan naar de jeugd. Ja. Kom. Zullen we ook gelijk doen? Op school had de directrice net een belangrijk gesprek met de juffrouw. Ik heb de evaluatie doorgenomen, juffrouw Sabine. Je doet het heel erg goed. Ja, ik vind het ook wel een hele leuke klas, maar er zit wel een beetje een raar gezin in. Die vechten alleen maar. Kom er binnen. Ja, ben jij ook? Wat doen jullie hier? Nou, we willen iets heel belangrijks bespreken. We zijn bij de flat geweest, bij de kinderen die altijd ruzie hebben. Ja, en we zagen dat hun vaders gewoon altijd ruzie maken. En de moeders die hebben ook altijd ruzie. Iedereen, altijd. Ik denk dat we de jeugdzorg moeten inschakelen. Het is niet normaal meer. Nou, ik denk dat het wel een goed idee is om de jeugdzorg in te schakelen, hoor. Ja. Maar daar gaan we niet alleen naartoe, hoor. Wel met beveiligingsmensen. Dat is een heel goed plan. Voordat ze er naartoe gingen, wilden ze zelf eerst even gaan kijken en gingen ze op zoek naar de beveiligers. Hallo, zijn jullie van de beveiligingsmensen? Ja. Ja. Kunnen we jullie inhuren, want we moeten naar een adres waar het nogal gevaarlijk kan zijn. Ja, per persoon kost het 25 euro. Ja. Oké, 100 euro dan. Ja. Samen met de vier sterke beveiligers durfde de juf en directrice wel naar de ouders van het gezin op bezoek te gaan. Zeekerstvink! Ik wil een blauwe! Ik wil een blauwe! Stilte! En ik! Nee, dat heeft geen zin! Hou je mond! Hé, wat deed jij? De directeur? Je wordt ook weer aan de deur geklopt. Ja, hoe moeten jullie? Wij zijn hier met beveiliging en we wouden even praten. Oké, kom dan maar gezellig binnen. Wie is daar? Wat moeten jullie hier? Nou, jullie hebben nog wel best wel vaak ruzie en we komen helpen. Ja, dat zou wel mooi zijn. Ik word gek van die ruzie altijd. Het gezin ging nu in therapie bij de jeugdzorg. Hallo, welkom bij de jeugdzorg. We hebben jullie papieren bekeken. Oh. Het komt vaak voor dat jullie vaak ruzie hebben en daar hebben we wel een oplossing voor. De oplossing is als volgt. Jullie hebben veel te veel energie. Jullie moeten gaan sporten. Doe het gek. We hebben geen tijd te verliezen. We gaan aan de slag. Nu. Hey, go. Volg mij maar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Het agressieve gezin ging met de mensen van de jeugdsport volop sporten. En raakte zo hun energie kwijt. En hadden minder ruzie met elkaar en met hun kinderen.